Thomas, gefeliciteerd. Dat is een prima gemiddelde, hè? Ja, ik denk dat wij verdiend gewonnen hebben vandaag. En, twee goede goals van Paul en een goede goal van Illy. En ja, dan doen we het wat rustiger aan en dan roepen we de goal denk ik wel op onszelf af. Spoel je die kater van Europa League nu een beetje weg? Ja, dat is nog steeds zuur. We hebben het er wel af en toe nog over. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat wij gewoon een goed team hebben en goed kunnen voetballen. Ja, daar mogen we heel tevreden mee zijn. Ja, want hoe je het went of keer, dit is een betere seizoenstart dan die van vorig seizoen. Ja, stonden we 1 wedstrijd 3 punten, toch? Nu hebben we 2 wedstrijden 3 punten, nu hebben we 2-4. Ja, nee, ja, vorige week hadden we denk ik ook kunnen winnen als we de tweede helft ook hadden doorgedrukt, denk ik. En dat hebben we niet gedaan. En we hebben in de rust gezegd dat we dat vandaag wel moeten doen. En dat hebben we goed gedaan. We hebben 2e en 1/3 gemaakt. En Paul kon dat de 4e en 5e maken, maar goed. Ja, dat is nu wel een dingetje in de kleedkamer, geloof ik, hè? Ach, nee. Het zegt al genoeg dat hij de eerste mist en dat hij de tweede gewoon weer mag nemen. Dus Paul blijft nummer 1. En volgende week of die week erop, als ze hem weer krijgen, schiet hij hem gewoon tegen de touwen. Zijn er al boetes afgesproken als hij mist? Ja, hij staat wel 2 keer erop vandaag. Op de wedstrijddag dus iets duurder dan normaal, maar staat er wel op. Ja, wat moet zo'n jongen nu betalen? De wedstrijddag is 50 euro, dus ja. 2 keer. Een meijertje in de pot, zeg maar. Ja, precies. Hoe gaat het met jezelf, nu weer in de basis? Ja, tegen Arauca niet mijn beste wedstrijd gespeeld, maar ik denk dat we als team dat niet hebben gedaan. En vorige week ingevallen, een half uurtje. Een beetje ongelukkig vind ik zelf, niet goed. En vandaag heb ik wel redelijk goed gevoetbald voor mijn gevoel en probeer recht te zetten wat ik vorige week heb nagelaten. Ja, want als je ze altijd zo klaarlegt zoals je bij Gladon doet? Ja, ik met Brian de afspraak als de bal als die naar binnen komt en er is ruimte dat hij hem geeft. En, ja, Paul stond in mijn gezichtsveld en ik liet hem vallen en hij schoof hem goed binnen.